Hallo meneer. Dag meneer. Mag ik vragen wat u gekocht heeft? Zeker. Ik heb een kledingrek. Mag ik even mee? Tuurlijk. Dit is mijn kajuit. Ah. Je moet geen claustrofobie hebben in deze kamer. Maar daarom ben ik deze kast aan het bouwen. Zodat hij minder ruimte inneemt. Oh, want je deelt deze kamer ook nog eens met je vriend? Nee, dat niet. Oh, dat die niet. Woont ergens anders. We hebben wel net 3,5 maand samen gewoond in Berlijn. Dus ik ben ook pas een week terug. Dus vandaar dat het er nog wat leeg uitziet, denk ik, met spullen. Maar hoe was het feesten in Berlijn? Ja, dat was vet. Ik vond het in Amsterdam ook wel leuk om te doen. Mijn vriend was er ook gekomen voor de laatste 3,5 maand. Ik heb veel vrienden gemaakt door middel van een roomswap. Dus ik ben bij iemand in Berlijn gaan wonen. Iemand anders is in mijn kamer gegaan. Dus, en achteraf is hij bevriend geraakt met mijn vriend en ik met zijn vriend. Dus, die heeft hier gewoond een tijd? Die heeft in dit bed geslapen, inderdaad. Dus naast dat we kamers gewisseld hadden, hadden we uiteindelijk ook een beetje onze levens gewisseld. Maar onze levens zijn nu, ondanks dat we elkaar niet kenden, verweven met elkaar. Dus ja, want je kent die persoon helemaal niet nog? Nee, ik heb hem 1 keer 10 minuten een biertje meegetronken. Dus dat is wel komisch, maar ik ken natuurlijk al zijn vrienden. En hij kent mijn vrienden, dus ik denk dat we elkaar wel een keertje gaan zien. Hij hangt. Wat nu het fijne was, was dat je echt je sociale cirkel kon opbouwen. Nu kwam ik op een plek en vond ik iemand heel saai die over zijn tegels ging praten of over hoe hij een kast gebouwd had. Dan was ik al snel van, dit gesprek is niet precies waar ik bij wil blijven. Is dat iets wat je in Amsterdam ook wel eens hebt? Van, ik zou nu gewoon liever eigenlijk even weg willen lopen. Tenminste zou ik het zo zeggen, ik hoorde vandaag bijvoorbeeld mensen op mijn studie, die zaten stonden in een groepje en die waren het over praten aan over hoe duur bagels waren bij een café. En toen dacht ik eventjes van ja, eigenlijk vind ik het niet interessant. Dan geef ik een stukje van mijn aandacht en energie weg aan bagels van 7 euro. Dat hoef ik niet per se. Dus toen dacht ik nog bij mezelf wat fijn dat ik in Berlijn eigenlijk bij dit soort gesprekken weg kon lopen. En dat eigenlijk ook meegenomen heb naar hier. Van, ik ga niet meer praten over bagels van 7 euro. Hey, dankjewel. En succes met volgende zomer. Dank je. Fijne dag nog. Hai.